Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. Vandaag heb ik twee interessante gasten met wie ik over een even interessant onderwerp zal praten. Er wordt namelijk op 11 februari een masterclass Mindshift for Success gehouden. En tijdens die masterclass zal de master himself zijn, de heer Roy Martina. We gaan praten over meneer Roy Martina, maar we gaan ook praten over de twee gasten zelf. Laat mij ze nu aan u voorstellen. De gasten die ik vandaag heb zijn Robbie Rijssel en Philomena Bijlhout. En om nader kennis met ze te maken, wil ik weten, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik doe alles wat ik leuk vind. Wauw! Ik ben columnist bij De Ware Tijd. Ik vind het leuk om personen te interviewen en grote artikelen daarover te schrijven. Ik help businessmensen die moeten opstarten in Suriname om hun weg te vinden. En ik coach omdat ik hou van delen. Nou, dat voorbeeld kunnen mensen overnemen, want de meeste mensen willen dingen vasthouden, bang om te delen. Jij niet? Nee, want dan zou je zoveel alleen moeten meemaken, terwijl als je deelt, krijg je terug en je wordt verrijkt. Maar je weet, er is ook een gezegde, de leerling overtreft de meester en daar zijn mensen bang voor. Ben jij daar niet bang voor? Nee, omdat ik denk dat we allemaal ons pad en ons weg hebben en die is verschillend. En mijn jongste zoon zegt altijd, mam, ik praat graag in de trein met mensen, maar dan hoef ik het zelf niet mee te maken. Oké, en meneer Robbie Rijssel, wat doet u in het dagelijks leven? Nou, in het dagelijks leven ben ik manager bij CAS. Ik ben trainer. Ik doe coaching. En ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind in het leven, hoor. Want het leven is too short. Life is too short. U coach, beide coachen. Waarom vinden jullie dat leuk of interessant? Mensen zijn interessant. En als je alles wat je kan doen om iemand, ik zou zeggen, verheffen, om iemand wegwijs te maken of iemand te ondersteunen, vind ik dankbaar. Het is, is waarvoor ik op de wereld ben. Het is een mooi woord dat u gebruikt, dankbaar. Want de meeste mensen zeggen, nou, doe goed en zie niet om. Hè? Dus, maar als u zegt dankbaar, dat wil zeggen, u krijgt er wat voor terug. Ik krijg altijd, je krijgt de, je zou dus vanmorgen gaan we het erover, je krijgt de grace, hè, van de dingen die je doet. Je bent, je wilt ten dienste staan van een ander. En ik denk, als je onbaatzuchtig bent, dan merk je wel dat je die dankbaarheid, de grace, zoals mensen het noemen, dat je die terugkrijgt. Hetzelfde gevoel? Ja, nou, ik moet denken aan iemand die kwam betalen voor de masterclass waarvoor we hier zijn. En ze had betaald en ze zei van, ik voel me zo goed. Ik heb gekozen voor mezelf. Ik ga investeren in mezelf. En om haar vreugde te zien en het feit dat ze durft om ons het vertrouwen te geven om Roy Martina natuurlijk te presenteren aan Suriname, daar word ik blij van. Omdat ik weet dat, dat het goed gaat zijn die avond. Ja, oké. Okay. Dus je brengt ons meteen bij het onderwerp waarvoor jullie hier zijn. Ik heb de cv van meneer Martina gelezen. Wauw. Daar ben je lang mee bezig. Het is een man van formaat. En dat denk je in onze kleine samenleving. En terwijl hij eigenlijk iemand is die op wereldniveau eigenlijk functioneert. Zo iemand naar Suriname halen, waarom? Wij hebben hem niet naar Suriname gehaald. Hij komt eigenlijk met een andere missie. Okay. Waar hij al volgens mij jaren geleden op gewezen was. Dat hij naar Suriname moest komen vanwege de kruiden. En hij is met name geïnteresseerd in kruiden tegen diabetes. Maar Roy is de man van synchroniciteit. Toch? Ja. Ik ben de laatste tijd echt goed bezig geweest om hem te bestuderen wat hij allemaal gedaan heeft en hoe hij het doet. En, de man is van huis uit arts, weet je. Maar hij heeft zich heel veel bezig gehouden, ook met onze mind. Hoe werkt die mind van ons? Hoe is die mind die ons aanzet om de juiste dingen te doen? En ik denk dat de gelukkige omstandigheid is, en dat moet wel vermeld worden, want Philomena kent Roy, hij heeft al 20 jaar. Nou. Dus toen zij hoorde hij komt, toen was de volgende stap met wie ga ik bellen.
Dus toen belden ze mij op, zei hey Robbie, Roy Martina, kom bij je in om met mij samen dit te doen. Ik zeg oké, laten we het samen gaan doen. Dus we hebben ervoor gekozen om, omdat ik denk dat dit een, we beschouwen het bijna als een soort geschenk die wij kunnen geven aan de Surinaamse samenleving. En een man van dit formaat, die zoveel al in het leven bereikt heeft, en toch ook waar net over begonnen, bereid is om weer te geven aan anderen. Nou, ik denk dat we bijna iedereen, als je de gelegenheid bent, doe het, volg het. En haal je voordeel. Mm-hmm. Je moet je voordeel eruit halen. Ja. Want je kent hem al 20 jaar. Mm-hmm. Vertel, waar hebben jullie voor het eerst kennis gemaakt met elkaar? Oh, hij gaf een lezing in een hele grote congresruimte, de Doelen in Rotterdam. En ik mocht hem aankondigen. En dat was mijn eerste ontmoeting. En het was voor de tweede keer in mijn leven dat ik tussen iemand en mij gewoon energie, werkelijk energie heb gevoeld. Waar ik eigenlijk niet in thuis was. Ik denk, wat gebeurt er hier? En je voelt het alsof je twee magneten dan uit elkaar wil trekken. En ik heb toen daarna, dus alweer 20 jaar geleden, toen een jaar lang alle cursussen gedaan. En daarna ook. Maar waar het om gaat is, Roy zegt, het begint vanaf je geboorte als je lucht inademt. En het eindigt wanneer je je laatste adem uitblaast. En op die weg kom je van alles tegen. En het is een groei. Het is een groei waar je naartoe gaat. Durf je in je kracht te staan? Durf je jezelf te zijn? Durf je te ontdekken wie je bent? En zodra je uit je comfortzone stapt, is het natuurlijk vreemd. En hij zegt, je ego doet dat. Die conditioneert jou. En wat hij je leert, is om te kijken naar wie wil ik zijn? Wat wil ik echt? Wat zijn mijn angsten? En hij leert je technieken om dan verder te kunnen gaan. En die te overwinnen. En dan komt er natuurlijk weer een volgende fase. Ja. En het kan heel, ik vertel het allemaal heel zo, maar het zijn processen die soms heel diep gaan. Om te kijken bijvoorbeeld naar je verdriet vanwege scheiding. Naar verdriet vanwege ruzie met je lieveling, je zus of wie dan ook. Of in je familie. Of wat ik bijvoorbeeld bij mijn jongens deed. Ze deden ook aan karate. Ik leerde ze om mentaal, geestelijk, om voor te bereiden en hun wedstrijden te winnen. Dus ik heb zoveel geleerd van deze persoon, deze man, die zo rijk is, zo wijs is, zoveel kennis heeft, dat het voor mij vanzelfsprekend was dat hij hier moest delen. Dus dat werd ook tegen hem gezegd. En inderdaad, toen ben ik naar Robbie toegestapt. Ja. Nou weet je, bij hem gaat het om, je moet het zoeken in je innerlijke kracht. Velen van ons, ik maak nog steeds ook die journey, hè, om te zoeken naar mijn innerlijke kracht. Ik denk niet dat ik er ben, maar ik denk dat voor elk van ons, als je ondernemer bent, of je bent vader in een gezin, of je bent vriend, whatever, ben je steeds op die reis. En als je je innerlijke kracht kan vinden, dan zal je ook in staat zijn om een ander mens te worden. We willen allemaal moeiteloos en makkelijk een leven hebben en succesvol zijn, toch? Het is een continu proces. Ja, maar omdat het niet zo werkt, toch? We zeggen het is vallen en opstaan, je valt een keer, je staat weer op. Maar het is, hoe doe je dat? Hè? Hoe bewust ben je van jezelf dat je dit soort dingen ondergaat. En ik denk dat datgene wat we zeggen Roy, hè, dus ik zou zeggen is een meneer Martina, maar we zijn nu zo ook een beetje, ik ben ook een beetje vertrouwd met hem, dus het is ook Roy dit, Roy dat. Dus, maar dat hij dat, dat hij je toch brengt, hè, naar het punt dat je die persoonlijke research die je doet. En ik blijf het zeggen, het maakt niet uit. Hè. Elk van ons, we willen ons een carrièrepad uitstippelen. Hè. En we weten van, je kan elke carrièrepad, maar er zijn obstakels die je
tegenkom. Maar waar zijn die obstakels? Als jij ze ook als obstakels ervaart. Ja, oké. Okay. Om ze te overwinnen. Dus ja. Daarom vind ik het zo van, je moet het zoeken in je innerlijke kracht. Als ondernemer, als leidinggevende, als directeur, maar ook als de sporter. We hebben sporters die straks naar de Olympische Spelen willen gaan. Altijd zeggen van, hé, maar hoe krijg ik dat? Want het is een mental thing. Weet je, het is een mental thing. Maar als ik zo naar hem... Hij heeft verschillende boeken, vele boeken geschreven. 86. We hebben 86. Een uitdaging is elk jaar één boek. Elk jaar? Maar dan heeft hij er meer geschreven. Oké, ik zie bijvoorbeeld dit boek, Emotioneel Evenwicht. En daar hebben jullie het al een beetje over. Ja. En dan ga ik dan meteen terug naar die masterclass. De eerste, voor wie is het bestemd? De masterclass gaat om groei, stappen durven zetten in je persoonlijk leven. Mm-hmm. Je innerlijke zelf ontdekken, de masterclass is voor iedereen. Iedereen, oké. Okay. Want ik hoorde Robbie zeggen, managers, leidinggevende, niet speciaal, iedereen? Nee. Het gaat, wat ik probeer te benadrukken, dat het juist gaat dat iedereen, in welke rol je ook mag zitten, is dit, ik denk, dit wordt je aangeboden, is dit juist de kans om datgene wat je nastreeft, dat je daar de technieken voor leert, dat je op die manier zelf verder kan gaan. Dus we sluiten niemand uit. Integendeel stimuleren we, ik niet voor niet zeg luister, die sporters die straks, die zouden ze ook goed gebruik van kunnen maken. Evenzo denk ik ook iemand willekeurige moeder of vader thuis die zegt van luister, nou, dit lijkt me leuk om te doen. Maar ook de jongen. Ook jonge mensen die aan het begin zijn van hun carrière. En die zeggen, ik ben net afgestudeerd, maar hoe ga ik nu invulling geven aan mij en de rest van mijn leven, weet je? Ja. Weet je? Dus ik dacht, breng me, ik ontmoette gisteren een nichtje en die was net afgestudeerd. En zei, oh, dus nu weet ik dat. Ik zeg, nou, hey, wacht even, die is nu zo iemand die net de pad moet gaan uitzetten. Ja, nou, en dit is wel een mogelijkheid om dat. Dus die masterclass is voor everybody. Maar net wat ik zei, emotionele evenwicht en emotionele vluchteling. Oké, je hebt de boeken gelezen. Ja. Heb jij ook iets eruit gehaald? Heb je emotionele evenwicht? Tot de dag van heden, als ik niet in balans ben, dan heb ik technieken geleerd van hem natuurlijk. Okay. Om dan te gaan kijken, wat is mijn angst? Mm. Toch? Mijn verleden is het aftreden in Nederland. Ja. Nou, wat dat dan met je doet, mm-hmm. dat is niet mals. Dat zijn hele heftige ervaringen. Maar de clue is, als je daar niet naar durft te kijken, mm-hmm. kom je niet verder. Ja. Dan blijf je daar. En het mooie is dat ik heb ervaren toen ik wel durfde dat te doen. En die stap maakte en uit die comfortzone ging om te kijken hoe ik de dingen zou ervaren die op me afkwamen. Maakte het niet uit, het was goed, want ik ben Philomena. Take okay. me as I want to be. Okay. Toch? Ja. Klaar. Mm-hmm. En, maar dat niet alleen. Ik had een huwelijk achter de rug ook. Mm. Toch? En als ik zeg achter de rug, zijn er dingen gebeurd die niet zo leuk waren, mm-hmm. toch? Mm-hmm. En die pijn hebben gedaan. Yeah. En wat ik als fijn heb gevonden altijd bij hem, is dat je in een veilige omgeving mag kijken naar je diepste verdriet, naar je grootste frustraties, naar dat waar je je schuldig over voelt. En daar begint het eerst mee. Houden van jezelf. Mm-hmm. Jezelf vergeven mm-hmm. voor keuzes die je hebt gemaakt en durven om weer een andere keuze te gaan. No matter what. Je moet worden wie jij wil zijn. En wie ben ik om daar kritiek op te hebben? Maar jij moet het wel weer. Wat je daaraan haalt is durven om weer een keuze te maken. Ja. Want je moet niet denken, ik heb een slechte keuze gemaakt, dus never again. Nee. Falen is er niet. Ja. Het is een ervaring. Mm-hmm. Falen is niet goed. Hij zegt, je moet het woord falen moet je uit je vocabulaire halen. Mm-hmm. Toch? Want als je dat niet doet, dan hou je angst. Het is eigenlijk je ego die je tegenhoudt om te durven. Want die wil niet uit die comfortzone. Ik voel me hier lekker. Maar als ik bijvoorbeeld vind, who cares? Ik ga lekker zo tegen Robbie aanstaan. Waar iedereen, heel Suriname, kan het zien, toch? Als voorbeeld. Dan doe ik dat. Ja. En daar gaat het om. Wie wil ik zijn? En hij leert je om eerst eerlijk te zijn daarin. Hij leert je om dan, van oké, maar wie ben je dan? Weet je,
die man is zo rijk aan technieken, inzichten, dat ik zoiets heb van, ik moet niet praten, hij moet praten. Mm-hmm. Weet je wat zo grappig is? Mm-hmm. Wat ja. Zo, toen Philomena de eerste keer toen ze weer naar buiten kwam en haar boek presenteerde, oh. Toen was ik erbij. Okay. Dat was toen in Amsterdam en toen was ik erbij. En toen hebben we ook gesproken. Maar weet je hoe het is? Je ontmoet iemand eenmaal en dan houdt dat af. Tot ze terugkwam in Suriname en je zegt, Philomena, weet je, we hebben elkaar gezien, hè? We hebben elkaar gesproken. Maar er was ook iets van een soort klik, hè, die we toen ook met elkaar ervaarden. En dat heeft ook gemaakt dat wij ook samen een keertje ook al een sessie hebben gedaan. Die 3 weken lang hebben we een sessie gedaan. Waarbij ook die ding, zoeken naar je innerlijke kracht. Hoe doe je dat? De kracht die in jezelf zit, hoe je dat naar buiten kan brengen. En hoe je dat het maximale eruit kan halen. Dus ik denk, als ik kijk nu naar wat wij willen, wat wij nu met die masterclass willen. De masterclass willen we echt richten dat als een soort, als een opportunity, mm-hmm. een eenmalige opportunity. Mm-hmm. Want Roy Martina die is niet voor ons gekomen, die is voor zijn eigen dingen gekomen. Maar doordat Philomena hem kent en de bal heeft opgeworpen, kan Suriname nu ook kennis maken met het fenomeen Roy Martina. Dus als je de naam onthoudt, je kunt ook gaan googlen. Je kunt gewoon gaan googlen, kijken. En je kunt ook je mind opmaken van, luister, wacht even deze meneer. Nou, oh, dat is het. Dus ik nodig mensen daarom ook uit. Ik nodig iedereen uit om zeker mee te doen aan die masterclass. Want de masterclass is op 11 februari. Hij staat open voor iedereen. Elk van ons, iedereen. En hij wordt gehouden in de ballroom van Torarica. Hij gaat je laten zien hoe je onderbewustzijn werkt. Ja. Spiertesten. Hij geeft demonstraties daarover. Waar loop je tegenaan? Hij gaat een meditatie doen, een geleide meditatie. En ja, het wordt gewoon een hele mooie avond. Maar ik ga het voetbalveld op met Roy, want hij moet terugkomen voor een retraite. Dat is het einde. Maar dat weten we niet. Maar als ik zo naar je luister, dan krijg ik in mind meer een beetje one-on-one. Dat zou goed werken, maar dat, nee. Nee toch, want ik leer van jou, jij leert van mij. En wat hij je dus leert tijdens die, ik heb echt dus trainingen meegemaakt bij Roy met 250 man. Mm-hmm. En het mooie daarvan is dat je dan leert en ziet en hoort en ervaart dat het leven voor ons allemaal in feite hetzelfde is. Mm-hmm. Groeien, durven, doen en zijn wie je wil zijn. En dat zie je dan bij al die andere cursisten. Wat hij doet is het begeleiden en je de tools geven enzovoort. Maar wie ben ik? Ik kan van jou leren. Ik kan van de cameraman leren. Ik kan van Robbie leren. Mm-hmm. Het gaat niet alleen om hem. En dat kan hij heel goed. Zo'n grote massa kan hij dat gevoel geven alsof hij inderdaad 1-op-1 met je bezig is. Ja. Want ik las ook eigenlijk als voorwoord op zijn curriculum dat mensen zich afvragen, wie is hij? Is hij arts? Is hij cultuurkenner? Is hij een kwakzalver? Maar wie is hij? Hij is een mensenmens. En zijn missie is, zolang hij leeft, denk ik, om mensen tools aan te reiken. Om te kunnen groeien in hun eigen leven. En jij hebt gehoord dat hij hier komt om kruiden te zoeken die tegen diabetes, dat is interessant. Waar? Nou, hij las een artikel van professor Mans. Maar hij was vorig jaar al, eigenlijk zegt hij dat hij jaren geleden al te horen gekregen had van iemand die hier was, bij de Marons was en in Nederland was gegaan. Je gaat binnen 2 dagen een man tegenkomen. En die moet naar Suriname komen voor kruiden. Hij zei, maar ik was jong, ik wou niet. Vroeger zei hij wel eens, ik ben bang van Suriname. Dus hij komt, dat is 1 aspect. Het andere aspect is dat hij een vrouw heeft leren kennen. En in de Europese terminologie, dan zeggen we, die een sjamaan noemt hij die dan. En die gaat hem initiëren. Interessant, ik hoop dat we er ook mee mogen zijn. Ik denk niet dat ik
Maar in elk geval, Roy Martina komt naar Suriname. Ja. En de clue in deze is dat mensen nu, net als die dame die bij jullie was, ja, moeten gaan beslissen om in zichzelf te investeren en mee te doen aan deze masterclass. Keuze te maken. En weet je wat het mooie is? Hij vindt synchroniciteit is leidend. Hè? Als je dus ook herkent, de tekens herkent, als je daar open voor staat. En het mooie is, en dat heb ik nu bij een aantal deelnemers die zich hebben opgegeven meegemaakt, du moment ze zeggen, ik wil daar naartoe. En er was één die had zelfs geen geld. Ik zei, nou, dan ga jij dat toch bestellen. En ze belt. Ja, ik kom. Het is me gewoon gegeven. Ik kom. Okay. Weet je? Maar wees eerlijk tegen jezelf. Wil ik daar zijn? Kom, dan ben je daar ook. Okay. Je geeft aan, het is voor ieder. Maar kan ieder het betalen? Ik denk het wel. Weet je, ik heb de eerder ervaringen gehad met mensen uit het buitenland, internationale namen. Ja. En dat is een geweldige vraagprijs. Mm. Wat we nu doen, ik durf bijna te zeggen dat het meer shame-tunes is. Een cadeau. Maar als je voor iemand van dit kaliber $50 mag betalen, dan is het echt, het is eenmalig. Je krijgt een boek van hem. En je krijgt, laten we dit bij zeggen, ja. Elke deelnemer krijgt één. Dus voor die $50 die je betaalt, of die 450 SRD, krijg je, na een geweldige presentatie, elke deelnemer krijgt een boek mee, waardoor je verder de techniek die je geleerd hebt kan oefenen. Een flowchart. Je krijgt een flowchart mee. Nou, en die flowchart waar de technieken zijn uitgewerkt en de instructies zijn van nou, dit moet je doen en zo moet je dat dus. Ja. Mensen gaan niet leeg. Wow. Je gaat niet leeg, dus het is het investeren waard. Ja. Het is meer dan waard, dat weet je. Dus dat krijgt men ervoor. En die geleide meditatie kan je dan daarna downloaden. Oh ja. Okay. Dus dat wil zeggen, als je, en het is gewoon één dag maar. Het is maar één avond. Eén avond. Oh. We gaan met z'n allen retretten. Het is het einde van het jaar. Het is maar één avond. We beginnen, laten we zeggen, de inloop is rond 5:30. We beginnen vanaf vijf uur. We beginnen om 6:00, 6 tot 9:00 s'avonds. Ja, en we beginnen op tijd. Dat lijkt me zo kort als ik naar je luister. 3 uurtjes. Ik denk dat men meer gaat willen. Ja, maar that's it. Dan moet hij terugkomen. Het is niet anders. Het is gewoon niet anders. Het is nu zo dat we het op deze manier doen. En we hopen zoveel mogelijk mensen te bereiken. En dat is nu waarop zitten. Veel mensen bereiken die kennis kunnen maken. En daarna kunnen ze ook kijken van nou, hoe ze nog verder contact opnemen met Roy. Moet men zich registreren? Hoe gaat dat toe? Ja, we hebben sowieso in de flyer staat waar je naartoe kan bellen. En dan krijg je mee. Als ik niet kan, misschien een van die anderen. En dan kom je betalen. Of als het, je kan ook overmaken. Okay. Dus afhankelijk wat voor jou makkelijk is. En that's it. En als ik zo naar Philomena kijk, als ze over Roy Martina praat, wordt ze helemaal enthousiast. Ja. Dat wil zeggen, ze praat echt uit ervaring. Ja, het heeft mij verrijkt. Het heeft me echt verrijkt. En ik ben daar heel dankbaar voor. En weet je wat ook zo mooi is? Je geeft het ook door aan je kinderen. Ik zei toch, mijn kinderen wonnen hun wedstrijden. Ja, okay. En dan ging ik onder die tribune met ze staan. Zei ik, oké, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Zo ging dat. Nee, hij is je mind. Je mind bepaalt alles, hè, Carla? Ja. In mijn werk, we praten heel veel over zeggen, het is all in your mind. Ja. Wat je in je hoofd hebt, dat is wat je hebt. Als het niet in je hoofd zit, ga je het ook niet doen. Ja, ik weet dat iemand me vaak zet, het zicht tussen je oren. Ja. Maar laat maar even hier achterin, emotioneel even weg. Leven vanuit je eigen kracht. In balans zijn met je emoties. Een sterk gevoel van eigenwaarde en zelfrespect kennen. Geen last van angsten, spanningen of fobieën en andere belemmerende emoties meer hebben. Wauw, dat kan dus. Kan, ja. Maar je komt continu op weg, op die weg, je levensweg, zul je continu dus die uitdaging tegenkomen. Je bepaalt zelf wat je dan doet. Dus je zegt, it's not an easy road, but it's a road you can take. Ik weet niet of het not an easy road is. Hangt van je instelling af dan. Nou, mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio. En
Ik denk, het wordt een hele interessante masterclass. Ik ben er zeker weten. Van harte welkom. Je moet. Ik moet, hè? Ja, ja. Ja, je moet. Mijn angsten overwinnen. Nee, kom eerst luisteren. Luisteren. En doen, als je wil. Okay. Je krijgt die flowchart mee, toch? Dus ja. Nou, okay. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van In Gesprek Met. Interessant, hè? U heeft heel veel informatie gehad over een masterclass die op 11 februari gehouden wordt in de ballroom van Hotel Torarica. En deze masterclass heet Mindshift voor Succes. Ieder wil succes in het leven hebben, dus als ik u was, zou ik me meteen opgeven en kijken wat deze masterclass allemaal inhoudt. U heeft gehoord, ik ben van harte uitgenodigd, dus ik zal er zijn. Want ik wil ook mijn angsten overwinnen en alles dat me belemmert, waarvan ik denk dat ze me belemmeren, uit de weg ruimen. Nou, dan zeg ik bedankt voor het willen kijken naar deze eerste editie. Straks zijn we er met deel 2. U bent er ook. Tot dan.